Verdam. Welkom bij Water naar Zee. Welkom in de strandtent Schinnen-Zuid. Water naar Zee, het programma dat helemaal niks gaat toevoegen. Een koopje wordt het. Het neusje van de zalm, de strandtent die op Marktplaats wordt aangeboden en die recentelijk gekocht heb. Bleek alleen die strandtent 250 kilometer landinwaarts te liggen. Maar goed! We maken er het beste van, daarom welkom hier in Water naar Zee. Dishockey, en vooral get muziek. Moment. We brengen water naar de Zee, maar gelukkig doe ik dat niet alleen. We hebben ook vaste gast, die op de een of andere rare manier inclusief ter verkoopprijs worden. Oet Ukkel, de zelfbenoemde zangkunstenaar, Gilles Proust. Een moment, s'il vous plaît. En Harry, wat het precies is en waarom het precies is, dat weet van niet. We hebben het vermoeden dat hij een kruising is tussen een Albert Heijn winkelkerkje en een slecht en uitmodige rakhoorstukje. Harry. Ja, moment, ja, wat? We gaan beginnen. Water naar Zee. Maar niet voordat we hier geïnformeerd hebben naar de mening van de straat. Dames en heren, hier zijn we weer bij de mening van de straat. Quid sensis Coriovallum partem Romani. De gast. Ja, en hier in Water naar Zee hebben we een bijzondere gast. Heel bijzondere gast. Gasten die je normaliter in andere televisieprogramma's niet zo snel zult zien. Omdat ze daar over het algemeen niet voor gevraagd werden. Wanneer komen de consumptiebonnen? Dat komt later wel. Ik heb hier het genoegen met... Ja? Ik heb het genoegen met... We hebben hier een tafel. Oh, ik? Ja. Pustjens. Lei Pustjens. Meneer Pusjes. Ja, klopt, in een zwerende vinger. Ja, meneer Pusjes, hier hebt een bijzonder verhaal. Zou het hier ons eens met willen nemen in het bijzondere verhaal? Meneer Pusjes, nee. Ja, dat is schön dat er door hen vraagt. En ik moet eerlijk zeggen, het is een ganse stap om daar nu even te kallen. Ja, moet er wissen, dat had mij sowieso een ganse tijdje door. Dat had mijn iets te ver huwelijk hier gekost. Die zijn er daar kapot gehangen. Maar ja, nu, na 30 jaar intensieve therapie, ben ik zoiets dat ik ervoor durf te kan. Wie zint nu Siri? Ik ben een lift. Een lift? Ja, een lift. Een lift? Wie vult zich dat dan aan, een lift? Oh ja, het zit een beetje op en neer, wat? Nu heb ik toch al een paar bijzondere dingen mogen metmaken in mijn leven, maar ik heb nog nooit gehoord dat iemand een lift is. Ja, een lift. En wat voor een soort lift? 11 personen, maximaal nu 140 kilo. De mensen. Ja, ben je het afgevallen? Welk jaar word ik nog een lift voor 15 personen? Ik heb maar het gevoel gehad dat je een lift wordt. Wie is dat zo om die een lift te vullen? Nee, ja, vroeger. Ik ben begonnen bij een afstapje. Maar ja, toen kwam de puberteit. Oh ja, deur open, snap het. Nee, optrekken wat? Optrekkend vocht? Nee, aan de liftkabelen. Ah, en hier zit de enige in de familie die een lift is? Ja, mijn pap is een trappeloor en mijn mam een flinke wenteltrap. Met van die gedreende puur? Ah, dat zie je kan. Nee, dat niet. We hebben toen namelijk geen kelder, hè, dus... Zeg, is het een beetje rondkomen zo als lift? Lukt het nog? Nee, jong, dat is een ramp en erbij. Wat een leven, wat? Lui is die dan niet wisten waar ze hen willen. Poeten die erin komen op alle knopjes die lichtuien. Ja, maar wel, als ik zelf een zo'n hen wil, wat? Dan krijg ik geen lift. Zou ze natuurlijk eens kunnen proberen een vinger op te steken. Oh,
Ja, dat is een jouwe tip. Goed, zijn er nog meer lui die ook een lef zijn? Nee, ik ben uniek. Nou, dan zal de carrière ook wel in de lift zitten, hè? Het is blijven hangen in het souterrain. In de kelder? Nee, in het souterrain. Voor de kelder ben ik nog niet gedaan. Oké, dus ik begreep, het is een beetje moeilijk rondkomen zoals lift. Ja, in het weekend moest ik me gaan verhuren als keldertrap. Ja, weet je, de kinger, die moet door eisen. De kinger? Ja, ja. Nog kinger? Ja, drie. Het traphekje, een vliesoetrap en de uitste, dat is een oesuifbaar. Ja, maar ja, Jut, het is goed dat ze ons gevraagd werd. Wanneer komen die consumptiebonnen eigenlijk? Goedemiddag. Goedemiddag. Wie wit is gebroken wit? Nou, daar heb ik geen mening over. Goedemiddag. Sorry, dames en heren, we hebben nogal last van de buren. Dat geram op de moer, dat zijn de buren, daar hebben we nogal last van. De schaduw is onder ons. Ik ben de schaduw. Welkom bij de schaduw. De piratenzender die helemaal klaar is met het zwart-wit denken in radio- en televisiewereld. Vier bieden een podium aan jekerinnen. En onze eerste gast is... Ik heb hier lekkere paten gegeten. En nou die paten paren mijn kopen gevallen. Ik heb diese lekkere Nudeln gegessen. Aber jetzt ist die Nudel vanaf meinen Kopf gefallen. Ik heb hier lekkere paten gegeten. Maar daarna is die paterpan op mijn kopen gevallen. Wie is dat mogelijk? De Günther Harry Schlange. Hij is zo cool. Harry Schlange. Dames en heren, hartelijk welkom bij Harry's Naaidoosje. Ik vind het zin om u in de komende afleveringen mee te nemen in mijn passie. Het naaien. En het naaien, dat is zin, want dan zit ze nu allemaal heen en dan zit op zoek naar andere hobby's. En wie mooi is dat naaien dan? Want naaien verbindt. Ik naai, jij naait, zij naaien, we worden allemaal genaaid. En daarom wil ik u meenemen in deze eerste aflevering naar de basis. De basis van het naaien en het verbinden. En wat is die basis? De draad en de naald. Want daar begint het verbinden aan. Want de draad, die moet in de nul. En dat alleen al is niet zo jans makkelijk. Maar, huur het niet dat mijn pap immer zegt, Harry, wenn je drin moet, dan moet je zorgen dat het naas is. Want naas, dat roetst besser. En wenn het niet werkt, je wil nog navermagen. Niks weg, neem ik je met in het verstoppen van de zakken. Dankjewel voor uw aandacht.
De show draait op volle toer. Geweldig, je zult zien voor de mensen die nu toes loesteren, kieken of weet wat er nou zit. Dat de kwaliteit moet van mij komen. Maar goed, als een amoebe op weg naar meerzelligheid knallen we weer door. Dit shockey, hè, vooral een tussenmuziekje. Moment, hè. Er moet inderdaad nog gans het water door Maas, Rijn, Lek, Dommel en de Komerbeek. Maar nu komt een fantastisch item dat het programma gaat redden. Gilles Proest presenteert het talent van de week. Dat geeft het programma redden, want eindelijk een gast van boete. Dit niveau van dit programma. Voor Gilles bieden we ons excuses aan. En het nummer van de Stichting Correlatie zit genoeg oor in beeld lopen. Dames en heren, het talent van de week. Het talent van de week, het talent van de week. Deze zanger is zo goed, u raakt helemaal van streek. Het talent van de week, het talent van de week. Geen nu talent, schitteren hier bij Gilles. Welkom bij je talent van de week. Je hebt talenten, die worden geboren. En je hebt talenten, die worden gemaakt. Naast mij, door Dusty. Door Dustin, hè, Gilles. Dustin. Door Dustin. Ja. Door Dustin. Ja. Door Dustin, die heeft een nieuw plaatje gemaakt. Dustin, wat voor een plaatje is dat? Vertel eens. Ja, een nieuw liedje, een lekker zomers nummertje. Mine Favoriet heet hij. Wat riep je me? Nee, Mine Favoriet. Mine Favoriet. Ja. Over wie gaat dat dan? Ja, over mijn vader bijvoorbeeld is mijn favoriet, mijn vriendin, maar ook mijn moeder. Mijn moeder is natuurlijk mijn allergrootste favoriet. Ja, dat kan ik me voorstellen dus. Ja, ik heb ook een favoriet en dat is ook mijn moeder. Oké, okay, oh, ja, toevallig zeker. Zeg. Ja, ik heb daar zelfs een liedje over gemaakt. Echt waar? Je ook een liedje ja, gemaakt, dat is leuk voor jou, dankjewel. Oh. Mama, mama, mama. Stel je nou eens voor, had jij papa niet gekust, dan was de liefde snel geblust. En mama, 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 stel je nou eens voor, had jij papa niet gekend, dan was ik nu misschien geen fan. Dan was ik nu misschien geen fan. Dan was ik nu misschien geen fan. Sorry. Oprecht sorry. Excuses van mijn kant voor dat wat je net hebt moeten metmaken. Sorry. Sorry, er is geen slechter programma wat slechtere Chardonnay niet kan goedmaken. Het water naar zee stroomde tot hier deze week. En volgende week hoop voor het meer te laten stromen en eindelijk dat dit programma een succes mag worden. Ich wünsche euch allemal ein behouden Fahrt! Ich bin schoenen als ein Wunder, doch kenn ich nicht umhin. Witze noch die Tiet, vier Wochen samen ein, of bist du all vergeten, wie schon ein Leben ist? Ich will dich laten weiten, was wahre Liebe ist. Wat heb ze nodig om in te zien dat steek nog mijn favoriet is en mich nog gans in trance brengt? Wat heb ik nodig om dich te laten zien dat ik nog die favoriet ben, dich nog gans in trance brengt? Gij ze met mich mee, dan samen hier vandaan. Lukt ze nu?